Dag Danny, ik kom jou toevallig tegen hier in het café bij Visser. Mm-hmm. Jij bent, de laatste tijd zie ik je veel in cafés, want dan ben je vaak aan het optreden. Vorige week was dat 2 weken geleden nog met het Back and Forth Festival. Klopt, in Arena. Ja, geheel belangeloos aan meegewerkt. Absoluut. Meegeholpen om de baromzet te verhogen. Je bent, mag ik wel zeggen, wijd en zijd bekend. Ook in Engeland en zo, maar hoe ben je nou eigenlijk zo tot die muziek gekomen? Muziek is, dat hoort bij mij, dat is me met de paplepel ingegoten. Mijn vader was bassist van de Heatwave, José Cronen. De Heatwave was in de jaren 60 wel een bekende band in deze kontrijen en ook daarbuiten. En ook mijn moeder is heel muzikaal, dus er was altijd muziek bij ons thuis. En toen ik een jaar of 5 was, kreeg ik mijn eerste drumstelletje. Toen ik 11 was, mijn eerste drumlessen van Hans Barneveld. En dat heb ik tot mijn 17e volgehouden. En ondertussen ook de gitaar en piano leren spelen. En zo ontdekte ik het componeren. Ja, want ik ken jou eigenlijk voornamelijk als singer-songwriter, noemen ze dat. Hè? Tegenwoordig wel, ja. Ja, iemand die eigen en andermans nummers speelt op de gitaar. Maar je bent dus als drummer begonnen? Als drummer begonnen. En daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Ja, en je speelt ook gitaar? Gitaar, piano en ook wat bas, maar ik heb te lang niet geoefend op de basgitaar. En je componeert ook eigen nummers, hè? Ja, allemaal eigen werk. En dat wordt ook in het buitenland wordt dat gebruikt, heb ik begrepen, bij filmmuziek? Ik heb contracten met music licensing companies in Amerika en eentje in Engeland. En daar zit mijn muziek dus in een geluidsbibliotheek, als het ware. En kunnen filmmakers, documentairemakers, kunnen mijn muziek kiezen voor gebruik. En daar komt dan een licensing deal uit met mij. Kijk, dus wij zien vandaag of morgen nog eens een keer een award-winning film, zoals ze dat noemen, met een Oscar. Mm. En jouw muziek erbij, dat zou wel heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn, maar ik zit iets verder van dat vuur vandaan. Ja, je moet ook een beetje inderdaad dicht bij het vuur zitten. Ja. Nou zat jij ook bij een ander vuur. Ik heb een heel spannend boek voor jou gelezen, Caitlin. Dus je bent ook actief als schrijver. Doe je daar nog wat aan? Voor mijn werk tegenwoordig ben ik dagelijks aan het schrijven. Ik ben copywriter bij een muziekhandel voor de webshop. Dus eigenlijk moet ik eerlijkheidshalve bekennen dat in mijn vrije tijd er weinig schrijverij is tegenwoordig. Alhoewel er diverse ideeën zijn voor verhalen. Die heb ik allemaal netjes gedocumenteerd. Vervolgens op Caitlin was ik aan begonnen. Ik weet het niet wat de toekomst brengt. Misschien ga ik er binnenkort aan verder. Is opeens alle inspiratie er weer. Ja, het is ook een tijd. Het is niet alleen een kwestie van tijd, maar een kwestie van inspiratie natuurlijk. Ook. Maar bij jou, als je zegt je hebt de twee polen, het schrijven en de muziek, dan ligt het zwaartepunt wel bij de muziek. Ja, maar ik ben natuurlijk ook al vanaf mijn 11e serieus Engelstalige tekstschrijver. Dus ja, het is voor mij de perfecte balans. Ik zoek ook altijd de perfecte balans tussen tekst en muziek. Mooi, mooi, mooi. En het schrijven, ja, hobbymatig in de Nederlandse taal schrijven en van daaruit kwam het boek Caitlin. Ja, ik heb dat toen met veel plezier gelezen. Dankjewel. Er zaten ook bepaald griezelige passages in. Het spookt. Ik ga natuurlijk niet vragen in hoeverre dat autobiografisch is. Dat laten we in het midden. Maar je bent dus wel duidelijk ook nog wel een beetje op de achtergrond met schrijven bezig. Je hebt het nog in je hoofd en zo. Absoluut. Maar zien we je binnenkort nog op een van de Duitse of landelijke podia? Landelijk mag ik gaan hopen. Er moet iets harder gewerkt worden achter de schermen. Maar ik heb tegenwoordig tijd tekort eigenlijk. Ik probeer ook zoveel mogelijk in mijn home studio te doen. Dus ook het componeren voor film en documentaire. Ja. Binnenkort treed ik wel een Bibelo op. Dat is als act na de hoofdact. Dan speel ik in de pop lounge. Dus mensen die 12 oktober nog een bolletje willen komen doen in Bibelo, wees welkom. Daar speel ik dan een setje van 3 kwartier. Kijk eens aan, 12 oktober in Bibelo. We zullen het wat houden dan. Okay. En hartstikke bedankt. Ga genieten van je bier. Ga ik doen. Dank je, Kees.